Lekker klimmen, spijkeren en zagen. Welk kind wil nou niet een echte boomhut bouwen? Iets buiten Apeldoorn kan het op het eerste boomhuttenkamp van Nederland. Duncan en Iris zijn twee van de 18 kinderen die op dit moment in de bossen vlak buiten Apeldoorn werken aan een gigantische boomhut. Waarom doe jij mee aan dit kamp? Nou, omdat ik heel druk in mijn hoofd was en nu kan ik het eruit slaan en zo. Oké, lekker een beetje creatief bezig zijn, ja. Begrijp ik. Nou, je kunt lekker timmeren en je kunt alles verzinnen wat je wilt. Maar je kan toch ook thuis in de tuin gaan timmeren? Ja, maar dat is niet zo leuk als hier. Hier kun je ook met andere kinderen samen timmeren. En je maakt er gewoon samen iets moois van. Het kamp wordt georganiseerd door de Nederlandse tak van de christelijke organisatie YMCA. Ja, dat is heel bijzonder. Het is de eerste keer dat we dit in Nederland doen. Het boomhuttenkamp. De bedoeling is natuurlijk zo mooi mogelijk een boomhut te maken. En we zijn aardig goed op weg. En dan hebben we het niet zomaar over een boomhut. Het wordt een waar complex. Hier kom je erop. Dan ga je over de touwbrug naar het eerste en het tweede platform. En vervolgens ga je nog via een brug naar het kraaiennest. Ongeveer op een meter of 12. De kinderen zitten dus heel erg hoog boven de grond. En voor sommigen is dat wel een beetje eng. In het begin wel. Toen moest ik echt aan wennen, want ik heb hoogtevrees. Maar dan sta je gewoon eventjes en dan kalmeer je en dan wen je gewoon naar dit plekje. En is nou je hoogtevrees over dan? Ja. Vanwege de hoogte wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid. Zo moet iedereen een helm op en wordt er gewerkt met veiligheidslijnen. Je bent op gevaarlijke plekjes altijd gezekerd. Bijvoorbeeld hier ben je aan zo'n slinger gezekerd. Ja. En dan klik je weer los als je hier bent. En als je dan bij de brug aankomt, klik je hier aan vast. Zodat als je valt, die dan altijd hier aan vast zit en niet naar beneden kan vallen. Loop je eroverheen. En als je op het plateau bent aangekomen, dan pas mag je losklikken. Nooit als je op je brug staat, want dan is het nog te gevaarlijk. Het boomhuttenkamp gaat nog door tot eind augustus. Op 4 en 5 september is er een open dag. Kinderen die volgend jaar ook mee willen bouwen aan een nieuwe hut, mogen dan een kijkje nemen.